over de opstelling van het elftal. En ik weet dat het voor vele spelers een teleurstelling is wanneer zij niet in de basis worden opgesteld. En de laatste wedstrijden heeft het eerste elftal strijd geleverd om uit de degradatiezone te komen. Zoals ik in de speech in Portugal al zei, tot aan het einde van dit seizoen Peter Krol en Peter Bos afscheid nemen van de vereniging. Met hoop dat zij niet met lege handen komen te staan. Helaas is het hun niet gelukt om een prijs in de wacht te slepen. Maar ik wil wel verzoeken of Peter Krol even naar voren komt om iets in ontvangst te kunnen nemen. Toch een prijs, Peter. Tuurlijk! Tuurlijk, dat is goed! Peter, wat in deze envelop zit, is iets persoonlijks. De wens dat je de selectiegroep van RKV nooit zal vergeten waar jij voor ingezet heeft. Namens de selectiegroep wil ik jou, Peter, bedanken voor je inzet als trainer van RKV. Al waren het misschien een woelige jaar. Peter, wij wensen jou veel succes in je trainingscarrière of een ander hobby. Peter, bedankt. Ja, beste sportvrienden. Ja, ik heb eigenlijk nog één ding vergeten natuurlijk, en dat is dat RKV dood geworden had. Even aanhalen deze zin, want ja, die is de afgelopen 3 jaar toch alles dicht op zich. Dan moet ik het ook nog maken. Het is een fantastische kaart met een aantal anekdotes, persoonlijke dingen, Amstelbier. Ja, nou, die is niet mijn bier over het Amstelbier, jongens. Kader van mee. En heel veel bedankjes. John, fantastisch samengesteld. Deze die gaat wel een heel mooi plekje krijgen. Ja. 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 Ja.